Jolien, je bent sinds kort de nieuwe huurder van de Eindje Drijven Paviljoen. Hoe komt dat dat je het idee kreeg, ik ga iets voor de Eindje Drijven Paviljoen doen? Of hoe zit dat in elkaar? Ik woon hier zelf in de buurt. Ik heb een zoontje van anderhalf, dus ik ben hier wel regelmatig in de speeltuin ook te vinden. En dan valt het natuurlijk op dat het leeg staat. En op zo'n mooie plek, het is gewoon heel zonde. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en ben het gaan onderzoeken. En toen ingeschreven op het plan. Waarom hebben ze voor jou gekozen, denk jij? Wat ik van de gemeente heb gehoord, is dat het zijn aanspraak dat ik verschillende doelgroepen wil bereiken in ieder geval. Dus kinderen, volwassenen, ouderen, alle doelgroepen uit de wijk eigenlijk. En je moest een videoboodschap ook insturen. En ik heb wel teruggehoord dat hij heel enthousiast was en dat ze daar gewoon een goed gevoel van kregen. Dus ik denk dat het is geweest. Kun je iets meer vertellen wat je plannen zijn? Wat wil jij bereiken met het Eindje Drijven? Want je zag ook op je website van de Facebookpagina dat het niet alleen hier binnen is, maar je betrekt ook activiteiten die zijn al ingeplaatst, die ook buiten vinden, in het park zelf. Nou, vertel een beetje. Ja, het park zelf, het is natuurlijk een supermooi park. En het paviljoen, nou ja, doordat het ook zoveel glas heeft, het staat midden in het park. Dus je kunt zowel natuurlijk dingen binnen doen als buiten. Voor het paviljoen heb ik eigenlijk drie elementen. Dat is to do, to go en de huiskamer. En to do zijn de activiteiten die ik organiseer. En inderdaad wat je zegt, binnen en buiten. Dus binnen, gitaarworkshops bijvoorbeeld. En buiten kan je denken aan bootcamp. Yoga hebben we ook binnen. En wat laagdrempelige dingen, bijvoorbeeld met Pasen, dat iedereen paaseitjes kan zoeken en hier een mandje kan komen halen, zeg maar. Dat soort dingen. To go, dat wordt het luik hier zo, dat gaat open. Daar komt een keuken achter. Kopjes koffie, ijsjes. Voor de parkbezoekers, de mensen hier in de speeltuin. En de huiskamer is, dat wat je hier op de achtergrond ziet, dat wordt gewoon vrije inloop. Dus daar komt de tafel, stoelen, boeken, gezelschapsspelletjes. Daar kan iedereen gewoon vrij binnenlopen. Als het regent kan je hier schuilen of je kan hier elkaar ontmoeten. Dat wordt een soort buurthuisidee, zeg maar. Je noemde een aantal activiteiten. Begrijp ik dat jij zelf dat niet organiseert. Hoe krijg je dat voor elkaar, dat er wel zoveel activiteiten vermeld staan? Ik heb zelf een sportachtergrond, dus bepaalde sportactiviteiten ga ik wel organiseren, bijvoorbeeld de bootcamp. Maar inderdaad, ik kan niet gitaar spelen en ik ben ook heel slecht in yoga. Dus daar heb ik heel enthousiaste mensen voor gevonden, ook hier uit de wijk, die dat gaan geven. Dus zo probeer ik een team van mensen bij elkaar te krijgen. En ik ben ook altijd op zoek naar mensen die leuke ideeën hebben en die iets willen organiseren, kunnen contact opnemen. Het idee is dat het iedere dag open is, want af en toe zagen wij toen het nog open was, dat regelmatig dicht was. Op maandag ga ik dicht en de rest van de dagen open. Openingstijden worden waarschijnlijk van 10 tot 5. En er kunnen ook nog wel activiteiten 's avonds zijn, maar dan is het paviljoen verder niet open. Ja, dus want het is juist leuk als daar duidelijkheid over is en dat mensen weten waar ze aan toe zijn daarin. Hoe zie jij misschien het Eindje Drijven Paviljoen vanaf over 6 maanden of er een jaar? Nou, dan hoop ik dat het een bruisend middelpunt of verlengde van het park is. Dat mensen het weten te vinden voor een ijsje, een broodje, een kop koffie. Maar dat ook de activiteiten, lopen en dat een toevoeging is voor iedereen in de wijk. Dat hoop ik.